Op dinsdag 15 april werd juwelierszaak Dritti in het Nederlandse IJsden brutaal overvallen. Dat is een plaatsje ten zuiden van Maastricht, dicht bij de Belgische op dinsdag 15 april werd juwelierszaak Dritti in het Nederlandse IJsde brutaal overvallen. Dat is een plaatsje ten zuiden van Maastricht, dicht bij de Belgische grens. Omdat de BMW waarmee de daders vluchten, later die dag uitgebrand werd teruggevonden in de rue Colson in Oupé in België, zoeken de speurders ook getuigen in ons land. Toen deze jonge man werd binnengelaten in de juwelierszaak, glipten twee andere mannen mee naar binnen. Terwijl hij de uitbaatster bedreigde met een vuurwapen, namen zijn handlangers de sieraden mee die stonden uitgestald in de etalages. De jonge man, die goed in beeld kwam, is tenger gebouwd: hij heeft een grote haakneus en een hanekam. Herkent u deze man of hebt u andere nuttige informatie, gelieve dan contact op te nemen met de politie. Tips zijn welkom via het gratis nummer 0800 30 30 0. Discretie wordt daarbij verzekerd. U kan dit bericht nog eens nalezen op de website van de politie of op teletextpagina 725. De reconstructie van de feiten kan u terugvinden op de website van het Nederlandse Opsporing Verzocht.